iedereen, welkom weer in een nieuwe video. Vandaag gaan we deze leuke ster maken. En ik vind hem zelf persoonlijk heel leuk, omdat het ziet er ook echt uit als een ster. En er zitten mooie punten. En het ziet er heel moeilijk uit, vind ik zelf. Maar het is eigenlijk heel makkelijk. Dus ik ga jullie laten zien hoe je deze mooie ster kan maken. Succes! Laten we beginnen. Wat je als eerst pakt is een enkel elastiekje. Die doe je 3 keer op je haak. Dus je doet eerst 1 keer. 2 keer en 3 keer omheen draaien. Dan pak je 2 elastiekjes. Die doe je op het uiteinde van je haak. En doe je die achterste 2 er overheen. En doe je die andere weer op je haak. Dan pak je nog een keer 2 elastiekjes. En doe je hetzelfde, alleen nu met die 2 die al op je haak zitten. Even overheen. En weer op je haak. Zo. Nu halen we de bovenste er even af. En schuiven we die achterste even zo naar de zijkant. Laat hem even loshangen. Zo. En vind je dat nou heel spannend? Dan kun je altijd nog een satépillenker of een andere haaknaald. Of een loombord. Kun je hem even zo erop zetten. Maar dat hoeft niet als je dat niet zo erg vindt. Dan pak je 2 andere elastiekjes. Die doe je er bovenop aan het uiteinde. En dan haal je die andere 2. Oh, ik zie dat hij er bijna afvalt. En dan schuif ik hem er overheen. Ik haal hem vast, zodat hij er niet overvalt zoals net. Zo. En weer opzetten. En die andere. Die zet ik er ook op. En dan die ik nog vast had, die zet ik er ook op. Zo. Best wel moeilijk. En doe ik die andere nog een keer 2. Die haal ik dan ook even erop. En dan doe ik eigenlijk zelf wat ik net heb gedaan. En dan ziet het er zo uit. Ik heb eerst hier het capband. Dan heb ik 1 elastiekje daaraan. En dan nog 1 elastiekje daaraan. En dan 2 keer 2 elastiekjes daaraan. Zo, en doe je nog 1 keer 2 elastiekjes aan het uiteinde. En haal je ze allemaal eroverheen. Zo. Als je het hebt gedaan, dan schuif die weer naar achter. En dan heb je 1 punt van je ster. Zo, dit doe je nu nog 5 keer. Ik heb maar 1, 2, 3, 4 en 5. En ik doe hem nog 1 keer met jullie mee. En daarna spoel ik het even door. Vind je het nou lastig om deze punt van deze ster te maken? Nou kun je hem altijd nog terugspoelen. Ik schuif hem even helemaal naar achter, zodat er nog plaats is voor de andere punten. Ik pak eerst weer een enkel elastiekje. Die doe ik er 3 keer overheen. 2. En 3. En 3. Dan pak ik 2 elastiekjes. Die doe ik aan het uiteinde en schuif ik die 3 ringetjes eroverheen. En doe ik hem er weer op. En doe ik nog een keer. Zo, en er weer op. En nu komt weer het moeilijke gedeelte. Pak even een andere haaknaald erbij. Even een haaknaald. Dan doe ik deze even aan die haaknaald vastmaken. Zo, en dan haal ik hem af. Zodat ik niet het risico loop dat hij losschiet. Zo, leg ik even gewoon neer. Zo, nu kan ik hem niet optellen, dus ik zoom het even in. Dan pak ik nog een keer 2 elastiekjes. En die doe ik op het uiteinde. Pak die 1 en 2 die er nog op mijn haaknaald zaten. En die doe ik er overheen. Zo. En die zet ik er weer op. Oh.
En dan geef op het uiteinde. Doe die twee er overheen. Dan zet ze hem weer op. Zet deze andere twee er ook weer even op. Zo. En dat doe ik dan ook weer bij deze die ik er net weer op heb gezet. Die ik aan mijn haaknaald had. En zet ik er ook weer op. Zo. Zo, en dan pak je nog een keer twee elastiekjes. En doe je al die elastiekjes die erop zitten er overheen. Even goed vasthouden. En deze. Zo. En dan heb ik weer een punt af. Zo, ik ga het nu even versnellen. Zoals jullie nu kunnen zien heb ik 5 sterpunten gehaakt. Dus ik pak nu 2 elastiekjes. En dat wordt een beetje puzzelwerkje, want je moet al die elastiekjes er overheen halen. Dus dat is wel moeilijk. Dus daarom doe ik ze ook niet allemaal in één keer, maar allemaal beetje bij beetje. En je kunt ook gewoon zo'n sterpunt pakken en zo er overheen trekken. Dat is wat makkelijker. En nog eentje eroverheen. Zo. Kijken waar het is zit. Zo. En dan creëer je een knoopje. Als je die achterste twee, deze dus, als je die er overheen haalt, dan heb je een knoopje. Maar zorg ervoor dat die voorste twee er niet afgaan. En dan kun je nog even 2 elastiekjes pakken of eentje, wat je makkelijker vindt. En doe je weer die 2 elastiekjes er overheen. Doe je hem op je haaknaald, pak je die achterste er overheen. En dan heb je nog een knoopje en dan heb je hem goed vast. En dan kun je even de sterpunten mooi in vorm maken. Allemaal. Zo. En vind je dit nog niet genoeg, zo één zo'n dingetje, dan kun je altijd nog een elastiekje doorheen doen. Maar dat is wat je zelf fijn vindt. Ik vind het zo goed. Dus als je dat wel wilt, als je hem nog langer wilt, kun je hem altijd nog even terugspoelen. Om te kijken hoe ik dat ook weer deed. Maar voor nu, bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je in de volgende video. Doei!